Omstandigheden zijn uitstekend voor een mooie pot voetbal. Kijkers, van harte welkom dus. Uw commentatoren zijn vandaag weer Jeroen Guter, hier naast me. En ondergetekende Siert de Vos. We gaan getuigen zijn van een duel in FUT Squad Battles. Deze wedstrijd moet je gewoon zien. FUT Squad Battles, ja, dat zijn toch wedstrijden waar veel voetballiefhebbers mooie dingen te zien krijgen. Er wordt doorgaans iets meer risico genomen. Of de manager probeert eens een keer op een... Hij wordt geschoten door Aspas. Sterke actie van de doelman. Hier dan de hoekschop van Luka Modric. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Bal opnieuw achter. Nog een corner. Daar komt de corner van Modric. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Nee, dit is een parodie op een schot. Ja, hard dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Ja, dan belandt de bal hopeloos ver van het doel af. Ze mogen inwerpen. Samuel Umtiti, Frenkie de Jong, richting het doel van de tegenstander. Nummer 100 voor die ballen, denkt de doelman. Nee, hard geschoten, veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedacht? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Wat een mijlpaal vandaag hoor, want dit is Umtiti zijn 50ste wedstrijd voor deze club. Wat zal hij zien hebben in deze wedstrijd? Hè? Hij komt met een schot. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Sissoko. En ze pakken de bal door snel druk te zetten. Mohamed Salah. Hard overgeschoten. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was die bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. Thiago Aspas. Goed geanticipeerd. Een schot voor de voorsprong. Zo ja, die is raak. Heel knap. Hoe ze op de helft van de tegenstander jagen, de bal afpakken en dan volgt het doelpunt. Ja, dat hoog druk zetten, dat pakt hier perfect uit. Ah, moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor, hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. De bal wordt ingeleverd. Steekt die bal maar door. Mohamed Salah. Hier dan de hoekschop van Luka Modric. Kepa zit erbij. Met de vingertop over het doel getikt. Er wordt weer een hoekschop gegeven. Wordt de bal op een teamgenoot. Richting de tweede paal op Hazard. Het gevaar is nog niet geweken. Thiago Aspas. Goed gedaan van die doelman. Mo Salah. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. En start die brommer maar. Mohamed Salah. Trek naar binnen, dat is een gevaarlijke steekbal. Kepa moet blijven opletten. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Korte corner naar een teamgenoot. Hazard wacht in de 16. Ze leveren de bal in. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Bal op de paal. Koek, koek en weer terug het veld in. Dit kon wel eens gevaarlijk worden.
Bal aangeraakt, inworp. Martin Ødegaard. De bal nu alweer ingeleverd. Teruggelegd op een teamgenoot. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Hij heeft de bal. Kan er zomaar in. Ratatatata, die is raak. En we zien maar weer eens hoe het loont om hoog druk op de tegenstander te zetten. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel in de problemen. En dan zie je wat het oplevert. Hij komt voor de tweede keer op het scorebord vandaag. Goal voor de visser. Sissoko. Luka Modric. Daar gaat het balbezit. En hij komt eruit met de bal. En Eden Hazard passeert de doelman. Goal! Tja, tegen zo'n speler valt weinig te beginnen natuurlijk. Pure klasse. Laten we nog eens kijken. Zoals we gewend zijn, van een cool afgerond. Niet op kracht, maar op techniek. Goal. Ja, maar op poeieren als je de bal in het net kunt plaatsen. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Modric. Ja, hij neemt hem. Boom. Koekoek, wat een doelpunt. Hij stond op de goede plek om de bal er van dichtbij in te werken. Dat was niet moeilijk. Het niveauverschil wordt steeds meer uitgedrukt in de score. Ja, van spanning in deze wedstrijd is nu echt geen enkele sprake meer. Ja, dat wordt gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Sissoko. Morgan Sanson. Iago Aspas. Gevaarlijke steekbal. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt u toch veel beter gericht inschieten? Ze geven de bal weg. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Bal wordt via de vleugel gespeeld. Niemand in de buurt daar. En met de bal aan de voet de uitbraak. Morgan, kans om te scoren. Hij grijpt daar formidabel in en zet een streep door die aanval. Ja, nu kan er een counter komen. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. Er wordt aangegeven dat er 3 minuten speeltijd wordt toegevoegd. Ja, ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Kane parkeert, spel gaat verder. Eric Bailly werkt hem goed weg hier. Martin Ødegaard. Frenkie de Jong. Zijn bedoeling was een geplaatst schot van hem. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Dat leidt tot een vrije trap. Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding. Maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. Er wordt gefloten voor de rust. En het is nu al 4-0. En we gaan verder met de tweede helft. Afgaand op de eerste helft, denk ik. Ja, gevaarlijk steekbal. Nee, dat is buitenspel voor Hazard.
Hij zit er goed tussen bij die pas. Ødegaard. Hard overgeschoten. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was de bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. Hij geeft hem diep. Dit kan wel eens een kans opleveren. En de bal is voor hem. Mendy. Hij krijgt daar geen ruimte. De bal is hij kwijt naar die tackle. Daar gaat het balbezit. Frenkie de Jong. Mohamed Salah met een kans. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik een oortje zeggen? Koekoek. Dit is natuurlijk het mooiste wat er is. Scoren in je debuutwedstrijd. Het niveauverschil wordt steeds meer uitgedrukt in de score. Ja, van spanning in deze wedstrijd is nu echt geen enkele sprake meer. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Nummer 22, Mohamed Salah. Modric. Op weg naar het doel nu. Op de flank gespeeld naar Eden Hazard. Nee, dat gaat niet door. De verdediger had andere plannen met die voorzet. Hier dan de hoekschop van Loek. Een dreigende corner, maar de doelman bokst hem weg. De doelman weet het afstandsschot in het doel te houden. Ze leveren de bal in. Ja, goal. Aspas. Een spectaculaire redding van het doelman. Daar komt de corner van Modric. Hij neemt geen risico en beukt die cornerbal weg. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Zo, wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Balbezit naar de tegenstander. Hij was hem kwijt, maar nu heeft hij de bal weer heroverd. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. En dat is een mooi doelpunt. Ja, en als je dan de bal op die afstand van het doel aangespeeld krijgt, dan is afronden een makkie natuurlijk. Hij rond af van nou, zeer dichtbij. Ja, dat laatste stukje was voor hem misschien geen probleem. Maar complimenten voor het feit dat hij op de juiste plek stond. Dat is ook een kwaliteit. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Komt steeds meer naar voren. Jacob Aspas zou moeten scoren hier. De doelman heeft hem in zijn hand. Nou, de thuisploeg wordt hier overklast. En hoor eens, ik geloof dat de fans er helemaal stil van zijn. Ja, ik hoor eigenlijk helemaal niets meer. Je kunt een speld horen vallen. Ze zijn niet erg onder de indruk van hun ploeg. Ze vallen helemaal stil. Dan schiet die bal zo naar de tegenstander. Martin Ødegaard nog steeds op weg naar het doel. Zo, die zit er mooi in, zeg. Oh, wacht. Annulado, dat doelpunt gaat niet door. Klopt. De assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd houdt hij zijn vlag omhoog. Nou, misschien wordt het in een herhaling duidelijk. Even kijken nog een keer. Ja, het is wel een gedurfde beslissing van de grensrechter, maar het lijkt me toch terecht dat die goal wordt afgekeurd. Modric. Martin Ødegaard. Doelkans. Redding van de keeper. En ze krijgen weer een hoekschop. De hoekschop wordt kort genomen. Voorzet naar de spelers in het centrum.
Niemand in de buurt daar. Hij laat de tegenstander achter zich. En met de bal aan de voet de uitbraak. Die voorzet is te kort. Matige bal. Iago Aspas. Davinson Sanchez. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. En wat gaat de scheidsrechter hier doen? Geel, zegt de scheidsrechter. Geel? Ja, daar hoeven we toch niet over te discussiëren, zie je. Het lijkt me gewoon volkomen terecht. Luka Modric ertussen. Uitgekiende steekpaas. Blijft goed aan de bal. Eden Hazard, die schiet. Goed geblokt dat schot. Daar voorkomt die narigheid. Bal buiten de lijnen, inworp. Er wordt een speler vervangen. Benjamin Mendy. To be replaced by number 18, Diego Godin. Eden Hazard. Iago Aspas. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Hij zit er goed tussen bij die pas. Hazard. En nu een inworp. Jordi Alba. Op de flank gespeeld naar Eden Hazard. Modric. Pas van Modric, onschadelijk gemaakt. Wat gaat hij nu doen? Op de vleugel voor een voorzet. Slechte voorzet. Een verdediger kan ertussen komen. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Lekkere steekpaas. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Frenkie de Jong. Zo, daar zit het doelman mooi tussen. Hier dan de hoekschop van Luka Modric. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Gaat dit wat worden? Martin Ødegaard. Sterke actie van de doelman. En ja hoor, wat denk je? Weer een hoekschop gegeven. Korte hoekschop op een teamgenoot. There will be a minimum of 3 minutes. Schot van Hazard. De speler staat in de baan van het schot. De doelman met een redding. Deze wordt kort genomen. Salah met deze doelpoging. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Martin Ødegaard. Wat een geweldige verdedigende actie. Er wordt gefloten. De wedstrijd zit erop. Dit noem ik nog eens een overwinning. Niet zomaar een overwinning. Wat een wedstrijd was. Ze hebben het heel professioneel aangepakt. Zo'n beetje elke fout van hun tegenstander keihard afgestraft. Iago Aspas